Je ziet dat het nog blauw is. Dat... Oh, jongens, kijk eens. We zijn al een tijdje bezig. Ach ja, ja, tenminste wel vrienden. Ja. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Jezus, moet dat zo hard? Nou, Niek is er ook weer gezellig. Ruben is er ook weer gezellig, want Ruben woont hier. Zoals jullie weten. En Ruben heeft een schaar gevonden. Ik ben water aan het plukken. Werkt het? Gaat het goed? Volgens mij wel. Nou, perfect. Nee, wij zijn lekker weer aan het editen zo met z'n tweetjes, want Niek is ook... Huh? Het werkt allemaal niet. Het site is niet bereikbaar bij mij. Ja, Niek die wil muziek downloaden op zijn site waar dus copyright-free muziek kan downloaden, maar dat lukte niet. Maar Niek gaat zijn YouTube comeback maken, jongens. Dus ben je nog niet geabonneerd op Niek Rosen? Niet doen. Desubscribe, abonneer, anti-subscribe. Nee jongens, doe maar eventjes abonneren. Hij gaat hele leuke Expeditie Robinson video's uploaden. Maar goed, wij gaan eventjes lekker door met editen. Straks ga ik weer die oortjes laten inspuiten. Dan ga ik daarna richting Ella, want Ella heeft nu sinds kort een verzorgpaard. Dat ja. Jij toch? Huh? Nee, dat ben ik niet. Maar die heeft een verzorgpaard, dus ik ga even kijken, want ik ben wel benieuwd naar dat paard. En daarna ga ik naar de kapper, gezellig, want ja, het is helemaal niks meer. En daarna gaan we naar Huis van Oranje! Hey! Let's go! Alleen jammer dat jij niet meegaat. Mijn eigen agenda. Oh, je hebt je eigen agenda, oké. Okay. Deze jongen wel. Ja, dit is druk. Holy shit, jongens, het is vandaag weer echt niet normaal mistig. Kijk dan, joh. Hey. Ik kan de grot niet eens zien, man. Wat ik vorige keer ook al zei, ik vind dat het echt heel gezellig als het mistig is. Dan voelt het echt alsof je zo van in de hemel woont. In de hemel woont. Je hebt net gevraagd aan mensen of je ze willen abonneren. Auw. Oh, gel eigenlijk. Ik ga door. Ik ben trouwens nu weer overgestapt op gewoon HD en ook weer 50 frames per seconde. Ik denk dat ik dit zelf eigenlijk ook chiller vind. Dus we doen het gewoon weer op deze manier. Wat is het weer gezellig, jongens, in huis. Kijk, dan iedereen is weer lekker bezig. Willem is lekker aan PlayStationen. Wij waren lekker aan het editen. Maar nu is het tijd om eindelijk die oortjes in te laten spuiten. En als ik deze keer zeg dat ik prop heb, dan krijg ze een klap. Nee, oké. Maar wat nou als we weer die schrijnige vrouw hebben? Ja, dan zeg ik gewoon, luister, ik heb mijn oor laten uitspuiten. Je propt het er maar gewoon in. Sowieso vind ik het eigenlijk onterecht dat jij weer terug gaat naar hetzelfde filiaal. Want beter horen is gewoon niet beter horen, het is gewoon kut. Ja, ik wil dat niet zeggen, maar alleen die vestiging in Amstelveen, het is gewoon dichtbij. En ik hoop dat ze het goed doen, maar wat jij na het vorige keer zei, als het niet eens bekwaam is om te kijken of er überhaupt wat in je oor zit. Waarom laat ga staan... jij nu, ik zou niet teruggaan naar dezelfde video. Ik hoop gewoon dat het iemand anders is. Ik ga het niet meer doen hoor. Laten we gewoon, ik hoop gewoon dat het nu gewoon een andere iemand is. Je bent al veel in mijn vlogs de laatste tijd, echt gezellig, ik waardeer dat. Ik vind het fijn, die views gaan ook ineens... Auw! Die was echt hard! Die was echt hard! Ik heb nog steeds daar een blauwe plek van, hè? Dat je die vorige keer mij kneep. Ik gaf hem zo'n heel klein knijpje en dat vindt hij dan helemaal lastig. Vindt hij wel... Hier, zie je? Waar? Het is helemaal een bult. Je ziet dat het nog blauw is. Hier. Je ziet dat het nog blauw is. Dat... Ik ga niet mee. Ik zoek het maar uit. Nee. Nee, ik ga terug naar boven. Nee, Hij moest maar een per se mee, want het is gezellig. Nee, dat is toch ook gezellig. Heel even. Kom, nee. Je kom. Hebt net weer, als je me ooit nog een keer knijpt. Ik doe het niet, ik zweer het. Nee, ga maar, kom maar, ik ga naar jou. Niek, nee. Ja. Nou, doei. Nou, daar zit je dan weer. Oh, zijn jullie weer bezig? Ja, we zijn weer. Nee, nog steeds. Altijd, de documentaire gaat maar door. Het is een levensdocumentaire. Oh, oké. En ik zit er soms ook in. Ja. Nou, we zijn er weer. En vorige keer was het natuurlijk niet helemaal goed gegaan, Effing. Nee, ik moest mijn oren laten uitspuiten. Ja, dus dat heb je nu laten doen, toch, bij de dokter? Ja. Er zat heel veel oorsmeer in. Ja. Het was gewoon... Nee, ze waren schoon. Ja, het was het ongeveer. Ja. Dus nu moet het lukken. Ja. Ik heb wel iets geleerd van vorige keer. Ik ga het niet meer doen. Nou, we gaan even kijken. Deze is goed. Top. Ik weet niet meer welk oor dat was. Ja, allebei. Ja, het kan hoor. Top. Heel goed. Nou, even nice. Wel geholpen. En dat gaat dan in zijn pols? In mijn oor. Oh, in je oor. Ja. Nou, even flink zijn. Kom maar, houd mijn hand maar vast. Oké, het watje wordt geplaatst. Dat noemen we ook wel de tampon. Nou mevrouw, wat zei u nou net? Meteen?
Oh, ja, ik zat af te... Nou, kijk, het was net blauw en het wordt nu helemaal wit. Bizar. Hoor je niet? Oh, het is al helemaal hard geworden. Ik kan er nu al uit, zeg. Wow. Het is gelukt, jongens. Eindelijk. Nee, deze keer heeft ze wel goed geholpen, hoor. Want De dokter heeft gewoon niks uit je oren gehaald, toch? Nee, helemaal niks. Dus ze lult dan toch gewoon nu? Ja, weet ik niet. Ja, ze zegt... Het ziet er nu veel beter uit. Die dokter heeft niks uitgehaald, zei je. Nee. Waarom zeg je dan nu wel dat de dokter heeft uitgehaald? Wees dan ook gewoon eerlijk. Die dokter ging een beetje erin spuiten en zei van... Nou ja, dan zie je, daar komt niet heel veel uit. Dus er was wel iets. Maar zeg maar, ze zegt van je had niet hoeven spuiten. Je had het gewoon erin kunnen houden. Kijk eens met wie ik in de auto zit, hé. Met een ijsbeer. Met een teddybeertje. Auw, je kruipt me. Helemaal niet, dit. Nee, maar wij gaan dus nu naar dat ene paard. Nou, dat ene paard, hij heet Sam. Even een beetje respect, hè. Maar we gaan naar het verzorgpaard van Ella. En ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Want ik vind paarden... Hou eens even op met het gescheld. Ja, ik wil een zonnebril. Nee, maar wat ik zei, ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Ik vond vroeger paarden ook altijd leuk. Dus dit is dus Sam. Ja, dit is mijn andere vriend. Doe eens even ruiken. We moeten eruit. Oeh, Sammetje. Waar heb jij die bak gezien? Ja, hier ga ik niet in. Nou, ik ben even vergeten mijn oude schoenen mee te nemen. Dus dat, ik ga dat ook niet doen. Goed bezig, El. Dat doe je fantastisch. Ja, ga jij ook nog wat doen dan? Nee. Ik blijf hier staan. Ik blijf het toch altijd... Uitmesten, jij. Nee. Ga dan even met de kam weg, joh. Ding is, ik vind het toch altijd eng bij paarden dat als... Stel je gaat erachter lopen, dat ze je gewoon opeens echt een keiharde trap geven. Daar heb ik geen zin in. Hey Sam, luister goed. Ik heb van El gehoord dat jij een moeilijk paard bent. Sam, loop niet weg voor je problemen. Sam, kusje. Loop nog niet weg voor je problemen. Het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Nee, niet bijten. Dit is echt mijn favoriete nieuwe vloghoekje geworden. Kijk, je hebt zo'n mooi overzicht over de hele ruimte. En het is gewoon een lekker standaard. Het staat bovenop op de afzuigkap. Maar goed, jongens, ik zei tegen jullie dat ik naar de kapper zou gaan. Maar jullie zien het. Ik ben niet meer geweest, want ik was er te laat. En hij moest... Lotfi, mijn kapper, zeg maar, die gaat naar Qatar om de wedstrijd Marokko-Portugal te kijken. Dus ja. Dan moet ik maandag maar naar de kapper. Maar ja, weet je, het is ook zo erg. Je ziet het ook allemaal niet. Kijk eens even jongens, het oranje shirt is weer aan. Dus het is tijd voor de wedstrijd. Ja, outfit is check, joh. Vorige keer had ik geen jas meegenomen. Toen had ik alleen, hoe ik het nu ook heb, gewoon een trui naar boven een shirt. Maar ik heb geleerd van mijn fouten. Dus ik loop eventjes naar mijn auto en dan ga ik even een jas pakken. Want het is echt wel koud binnen. Ook voor jou. Nou, de sfeer zit er lekker in, jongens. Hey. Ah, die camera nooit. Joost zei dat hij niet gefilmd wilde worden. Wil je niet gefilmd worden? Hij begint te bekend te worden. Oh. Hij heeft er last van, ja. Hij komt er veel te raar. We gaan dus met de bus. Gezellig. Alleen, hij moet wel komen, want we zijn een beetje laat. Oh, daar is hij. Goenie is er ook bij. Hey, en Bas. Hey. Bas van Goins. Dat is een mooi shot, denk ik. Ja, dat is mooi. Daar zijn we weer. Ik zie het strakke gezicht.
Oh, dames en heren, goedemorgen. Ik ben serieus in tijden niet meer zo brak geweest. Ik heb echt... Ik heb koppijn, jongen. Dat is niet normaal. Ik heb dit zo niet gemist. Die 2 maanden dat ik niet dronk. Maar ja, ik voel me ook extra brak. Ook puur omdat het gewoon Nederland heeft verloren, weet je wel. En dan... Oh. Maar goed, we kunnen er niks meer aan veranderen. Maar ik ben nu onderweg naar opnames. Want Niek die regisseert en die heeft zelf ook een programma bedacht voor op NPO. En ik zou hem een beetje daarbij helpen en zo. Dus ik moet in heel klein rolletjes spelen. Dus dat ga ik nu doen. Ik ben niet optimaal fit. En ik voel me... Ik denk ook niet dat ik mijn beste prestatie... Zo, holy shit. Wow. Er gebeurde echt... Het scheelde niks. Deze bus die klapt echt bijna op die auto. Maar het scheelde echt niks. Maar goed jongens, wat ik nu deed probeer te vertellen. Ik heb nu opnames en ja, dat is het. Ik ben echt verstrooid gewoon. We zijn hier bij opnames voor jouw documentaire. Hi, welkom bij de documentaire van Niek Rozen. Je bent tegenwoordig ook regisseur, heb ik gehoord. Ja, ik ben creative producer op het project Broodje Aap. En Broodje Aap is een 15-delige fictieserie. Hey man! En we zitten hier met een aantal acteurs, een aantal hoofdrolspelers. En wat ben ik dan? De edelfigurant. Ah! Nee. Je hebt een bijrol in een van de verhalen. Ja, ik probeerde het net in de auto uit te leggen, maar het kwam niet helemaal over. Nee, hè? Nee. Zal ik het uitleggen dan? Ja. Oké, okay. Broodje Aap. Het zijn 15 verschillende verhalen. Ik weet niet of je Black Mirror hebt gezien, maar een beetje à la Black Mirror. De ene is horror, de andere is bizar, de andere is vies. De andere is gewoon echt dat je denkt, hoe dan? Sommige van die verhalen zijn waar gebeurd. En in het verhaal waar Vincent in speelt, oppassen, gaat het over een meisje die zit daar. Die gaat bij een gezin oppassen, maar een van die kinderen die heeft nog contact met de overleden nanny. Dus dat is heel eng, want die heeft al, gaat er tegen haar praten en dan gaan allemaal lampen knipperen en zo. En ik ben de beste vriend. Jij bent de beste vriend die haar gerust gaat stellen dat er niks aan de hand is, dat het allemaal goed komt. Maar het komt niet goed, het wordt van kwaad tot erger. Ze ziet dingen lopen op de babyfoon, ze hoort geluiden, kinderen huilen. Dat is helemaal lijp dus. Helemaal lijp. Ze vlucht dat huis uit, want het blijkt ook geen kinderen te zijn, maar dat het een pop is en zo. Helemaal gek. Ze vlucht het huis uit en wat blijkt? Zo jongens, het zit erop. Het duurde ook niet zo lang, het was maar een half uurtje. Maar ik moet er nu weer vandoor. En ik moet zeggen, ik voel me alweer een stukje beter. Ik ben echt al een stuk frisser al. Een hele goede morgen, dames en heren, jongens, meisjes. Het is vandaag zondag en ik ben vandaag weer lekker fris. Gisteren was ik echt een wrak, maar ik ben er weer. En ik ga zo gelijk richting gym, want mijn auto wordt gewoon compleet nieuw. Er komen allemaal vette onderdelen op en ik ga de Raptor afhalen. Straks, aan het eind van deze middag, heb ik denk ik gewoon, hoop ik, een compleet nieuwe auto. Ja jongens, daar zijn we. Prado Automotive. Kijk eens even, hey. Hij gaat de bank op. Oh jongens, ik ben zo benieuwd. Hè, ik wilde dit al zo lang doen. Ik weet nog vorig jaar toen ik bij Gio woonde ook nog. Zei ik ook nog van, weet je, zou ik het gewoon af een keer halen. Maar nu is het eindelijk zover. En de nieuwe onderdelen komen erop jongens. Dus dit wordt wat. Nou jongens, daar gaan we. En Jimmy gaat me helpen vandaag. Potjandori. Ja, weet je wat wel chill is jongens? Heel veel dingen zijn zwart gemaakt. Bijvoorbeeld, dit is ook zwart gerept. Dit is zwart gerept. En de handvaten. Wat was er nog meer iets zwart gerept? Oh ja, en deze dingen, maar die blijven gewoon zwart. Kijk eens jongens, kijk. Hier zat toevallig al een stukje los. Maar nu gaan we het helemaal warm maken. En dan kan je het als het goed is straks helemaal aftrekken. En dan wordt dit weer mijn kleur jongens. Ik heb er zoveel zin in. Ik heb hier echt lang naar uitgekeken gewoon. Maar ik was elke keer dacht van ja, moet ik het wel doen? Maar ja, we gaan het doen. Oh jongens, kijk eens, we zijn al een tijdje bezig. En het begint al ergens op te lijken. Deze zijkant heb ik al een stukje gedaan. De motorkap is gewoon weer helemaal wrapvrij. Maar dit is dus de standaard kleur jongens, maar hij wordt echt dik. Poch, het is wel even wat werk hè. Potjandori jongens. Kijk eens even, dit gaat echt de goede kant op. Ja, en die troep in mijn auto, maar holy shit. Oh, en dan straks die frontsplitter en de diffuser erop. Poch. Maar goed, we hebben nog even te gaan. Kijk eens jongens, de hele voorkant is er al af. Holy shit jongens, dit gaat er zo dik uitzien. Kijk eens wat een troep, hé. Och, maar het gaat lekker jongens. Oké jongens, ik heb eventjes de GoPro aangezet en hier komt een timelapse.
Kijk eens jongens, deze hele zijkant is gewoon al eraf. Laat je vingers niet. Zo, ja. Wacht even. Jongens, ik weet niet of jullie het goed... Ja, kijk, zo zie je dit. Kijk even die blaren hier. Dit is een blaar. En dit is een blaar. Holy shit, pik. Oh, kijk, en hier op je handen allemaal blaren. Holy shit. Maar, we komen er wel. Holy shit, jongens. Nou, laten we eens weten in de reacties of jullie dit dik vinden. En of we dit zeg maar voor een goede reden doen. Of dat jullie allemaal nu zeggen van, nee, je had hem erop moeten houden. Want dan dat zou wel even kut zijn. Nee jongens, ik ben hier zelf echt heel erg blij mee jongens. Hij is gewoon weer echt een stuk volwassener gewoon zo. Holy shit. Hij is bijna af jongens. En dan gaan we de andere onderdelen eronder zetten. Er komt de frontspitter eronder en de diffuser. We zijn nu de diffuser erop aan het zetten. Maar het is even een kleine ruimte hier, maar ik laat het zo even zien. Maar het ziet er echt fucking dik uit. Jongens, jullie gaan dit nooit geloven, maar het is echt zo. Dit is de hele wrap die op de auto zat. Moet je kijken hoe klein het is geworden, omdat het nu heet is geworden. Echt lijp. Maar jongens, oh, hij is er helemaal af. En Jim is de diffuser aan het monteren. Dan komt de frontspitter er nog op, maar oh, ik ben hier wel echt heel blij mee hoor. Zo is hij dus zonder. Zo, kijk eens jongens, en nu zit hij erop. Oh, het is echt een klein verschil. Maar dat randje zo hierop maakt hem zoveel dikker. Holy shit, hé. Kijk, en dit is de achterkant. Ook echt gaaf. En kijk, het zijn best wel dikke van die dikke dingen. Het maakt hem zoveel stoerder. En dan ook nu met die originele kleur. Het is dat ik nu mijn wintervelgen erop heb. Of mijn winterbanden. Maar als straks mijn zomerbanden weer opgaat. En ik heb weer gewoon mijn zwarte velgen, jongens. Dan is hij zo bruut weer. Holy shit. Hey Jimmy. Ja? Bedankt, jongen. Hey. Dit is wel goed gedaan. Dacht ik wel. Potje aan Dori, zeg. Is zoveel dikker nu, jongens. Holy shit. Oh, jongens, kijk deze blaar. What the fuck, dit doet pijn. Oh, ik ben weer terug thuis, maar ik heb geen idee hoe dit komt, jongens. Ik denk omdat je zeg maar met zo'n heatpistool de hele tijd erop zit, dat dan... Ik heb geen idee. Kijk, ik heb dus bij deze dus ook een beetje. En Jim heeft dat ook, die is ook echt... Oh, ik heb hem helemaal... Overal blaren, jongens. Maar hij is eraf. En daar ben ik heel blij mee, jongens. Hij ziet er zo dik uit. Dus hier zijn wat beauty shots. Oh, die spoiler. Of die, hoe noem je het? De lip, toch? Grondsplitter. Jezus. Jongens, dit waren dus de shots van de auto en ik ben er zo blij mee. Hij lijkt wel gewoon compleet nieuw. Het is echt gewoon een compleet andere auto als hij zo helemaal vet is met die frontspitter erop. En dan zo die diffuser. Hij is mooi. Fijn, hè? Fijn, hè? Och, och, och. Jongens, ik was net een thumbnail aan het maken voor, zeg maar, gewoon voor de, ja, voor de thumbnail. Een foto aan het maken. Ja, Willem die was een foto aan het maken voor de thumbnail. En precies op dat moment moest ik niezen en die foto komt nu in beeld. Lekkere foto, maar goed. Jongens, ik weet niet of jullie het goed zien, maar er ligt gewoon ijs op het water. Hey, bizar. Maar het is ook 0 graden, dus als het vannacht heeft gevroren, dan gaat het nu ook niet zo snel ontdooien. Jongens, het is niet normaal. Ik word net gebeld door Beter Horen. Ja, je oorafdruk is niet gelukt. Je moet nog een keer langskomen. Die vrouw, die kan helemaal niks. Dus ik ben echt klaar ermee. Dus Beter Horen, als het toevallig bij jullie terechtkomt, jullie service in Amstelveen is fucking slecht. Holy shit, jongens. Mijn handen zijn helemaal naar de kloten van gisteren. Het doet ook echt pijn. Het zijn allemaal blaren. Door de hitte. Zo, jongens. Dat was hem weer. Ik heb weer lekker gesport. Maar ik heb het lekker niet gefilmd, want ik dacht, jullie zijn misschien wel klaar met al het sport, al die sportvideo's. Maar goed, jongens. Ik ga mijn autootje weer in. En dan gaan wij richting Amsterdam. Want Niek zit vanavond nog steeds in Expeditie Robinson. En de halve finale is. Dus we gaan met z'n allen gezellig kijken in een café. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Oeh, het is koud buiten, jongens. Kijk. Maar ik moet nog even... Ik moet op adem komen ook nog. Maar dat komt wel goed. Ik ga even mijn jas pakken en... Oh... Hey, waar kom jij nou op deze vraag? Ben je vriend geworden? Ja, sorry, ik heb getraind. Nee, Gio gaat ook gezellig mee. We gaan er naar Niek en... Doe het maar gezellig, ja. Hè? Ik weet dus niet wat er gaat gebeuren, jongens. Misschien gaat hij er wel uit, misschien gaat hij wel door. Ik weet het niet. Hij heeft ook letterlijk niks tegen mij verteld. Dus we gaan het zien. Hier gewoon duurder dan de FC. Wilde jij ook gaan? Ik hoor een piepje. Als je kamer aanzet, hoor je een piepje. Ja, ik wil ook net... Wat ging jij... Wacht. Oké, we gaan 3, 2, 1 precies zo. Nou jongens, dat was hem. Niek die ligt er helaas uit. Halve finale heeft hij gehaald. We hebben allemaal superveel gedronken. Dus ja, zeker Gio. En nu gaan we samen vloggen. Anders doen we zo camera in camera. Ja, dit is leuk. Ja, dit is leuk. Zullen we het doen? Zullen we doen? Die de meeste views staat op zijn vlog. Oké. Okay.
Ach ja, je hebt tenminste wel vrienden. Ja, ja. En een normale auto weer gelukkig. Ja, ja. Potjandori. Welke kleur is jouw Panamera dan? Oh, wacht. En we zijn weer thuis. En Gio is echt opeens verdwenen. Hij zit ook niet meer in de auto. Het is echt heel gek. Die was opeens... Gio verdampte gewoon. Hij was gewoon opeens weg. Dat is heel raar. Ja. Heel gek. Wat vind je? Ja, mooi. Het is echt veel beter, hè, zo. Mm-hmm. Zeker. Ik ben er echt zo blij mee, jongens. Ik zeg het gewoon weer. Hij is gewoon weer echt een stuk stoerder. Het is nu meer echt gewoon een goede auto. In plaats van... een beetje een kinderauto door de kleur natuurlijk, maar... nou goed, dat heb ik echt wel 15 keer verteld. Dus... Yeah, we zijn weer thuis. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou een leuke video? Laat het een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.